Een hartige taart hoeft niet altijd machtig te zijn. Dat wil zeggen, je kan een keuze maken voor wat voor een deeg je gaat gebruiken. Als je bijvoorbeeld bladerdeeg gebruikt, dat is gewoon 1-op-1 vet en bloem. Maar mozzarella-deeg is een heel stuk lichter verteerbaar. Er zit eigenlijk vrij weinig vet in. Ik heb het zelf uitgevonden, een keertje puur uit armoede en toeval. Want ik had geen boter meer in huis, nog 1 theelepel. En ik vond in mijn ijskast ergens onderin nog een bolletje mozzarella. En toen dacht ik, ach kom, ik ga dat eens even proberen. Nou, ik heb 150 gram meel genomen, dat bolletje mozzarella, die 1 theelepel boter, een beetje zout, 1 eitje. En daar ontstond een heel leuk, soepel, krokant deegje. En dat gebruik ik nu eigenlijk heel vaak. Ik vertelde dat aan andere mensen en zei, ja, in Oost-Europa wordt ook soms wel kwark door het deeg gedaan. Dus daar zit wel een linkje. We gaan dus nu meel in de keukenmachine doen. En dan gaan we de mozzarella erbij doen. Je gaat natuurlijk niet de allermooiste mozzarella die er is. Dat is namelijk deze. Dat is een echte DOP. Die komt uit Campanië, want dat is de oorsprong van de mozzarella. Mozzarella di bufala, dat wil zeggen, bufala is buffel. Dus dit wordt van buffelmelk gemaakt. Dat is een fantastische smaak. En dit is de mozzarella fior di latte. Dat is gewoon koeienmelk. Dat is een heel simpele mozzarella. En die gaan we natuurlijk voor het deeg gebruiken, want de smaak die raakt echt verloren. Nou, we gaan de ingrediënten, dat ene theelepeltje boter, dat hoort er toch in. Een beetje zout erin doen, dat is heel belangrijk. En dan doen we hier een eitje erin. En dan zetten we de keukenmachine met het mes aan. En dan wachten we tot het deeg ronddraait. Ik gebruik echt nu de pulseerknop, want het gaat echt behoorlijk snel. Je ziet eigenlijk aan de onderkant van die keukenmachine gaat het zo'n beetje plakken en denk je, ah, we zijn er bijna. Ja, je ziet het. Nou, ik deed een herrie. Dit bedoel ik eigenlijk met ronddraaien als een bal in de vorm. Dat is natuurlijk niet een echte bal, maar dit is de uitdrukking. Zo. Nou, het deeg is klaar. Dat wil zeggen, het deeg moet wel nog even rusten. Dat ga ik doen op een koele plek. Zo. Hop. Het moet ongeveer een half uur minimaal rusten en dan kan je het verwerken.